Goedemorgen allemaal. Het is vandaag weer maandag. Het is nu 6:15. Ik werd eigenlijk om 4:30 wakker uit mezelf. Ik denk doordat Tom uit bed was gegaan. Die ging alvast naar werk om daar ook eventjes cardio te doen. Of training, ik weet niet wat hij ging doen. Dus ik heb even lekker mijn broodjes in de oven gedaan. Ik heb net een lekker kopje koffie gedronken. En ja, ik heb mijn spulletjes gisteren al geprept. Ik ga deze week een hele rare ding eten. Ik heb mijn omelet die ik al de hele prep door eet. Met mijn nootjes erbij. Ik heb mijn kwark. Kwark met blauwe bessen en ananas, wat ik ook al bij de prep eet. En mijn bambix. Dat eet ik niet al bij de hele prep, dat eet ik sinds 2 weken of zoiets. 1 of 2 weken. Die heb ik klaarstaan in mijn voedingsstals. Die heb ik in mijn voorraadkast. Alles zit er al in. Daarnaast heb ik nog wat Zero Cola blikjes mee en een Monster voor het geval dat ik denk ik ga cheaten. Ik heb nodig, zit laag in mijn energie. Dan neem ik dat. Ik drink best wel veel cafeïne de laatste weken van mijn prep. De laatste 2 weken eigenlijk. Om er doorheen te slepen. Er zijn ook heel veel atleten die zeg maar geen zoetstoffen meer mogen de laatste week. En geen Monsters, geen cola. Witvis en asperges of groenten gaan eten en alleen maar rijst, zeg maar echt clean, vies eten, want dan krijg je een dunnere huid, zeggen ze. Wij hebben ervoor gekozen om dat niet te doen, gewoon strict to the plan, ging al de hele tijd goed, dus waarom zou het nu niet goed gaan? Ik heb met de fotoshoot heb ik ook wel iets geprobeerd om wat vocht te onttrekken. Dat ging gewoon prima. Maar ik heb natuurlijk 2 wedstrijden achter elkaar, dus het is voor mij ook wat lastiger hoe ik er dan de tweede dag uitzie op de Heroes. Maar de Bellex Club is voor mij het belangrijkst. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Mijn broodjes die zijn over 4 minuutjes klaar. Dan ga ik ze lekker smeren met appelstroop. Ik ga mijn supplementjes even nemen. En dan ga ik even rustig ontbijten. En richting de sportschool. Ik doe ook sinds vorige week wat meer cardio. Eigenlijk sinds die ongelofelijke cheat die ik had gedaan. Ook om nog even wat meer gas te geven, meer te verbranden. Ik kan ook minder gaan eten natuurlijk. Maar dat is mentaal echt wel moeilijk, omdat je de hele tijd honger hebt. En als je dan ook nog minder gaat eten, dan... Sorry hoor. Dan ben je wakker worden. Ik moet nog 30 seconden lopen. Dan heb ik 45 minuten gewandeld op een helling van 8. Op snelheid 5. Ik doe het vandaag rustig aan. Het zijn de laatste week en we moeten niet te veel inflammation gaan creëren. Dus het is een rustige cardio sessie. Ik moet ook super nodig plassen, dus ik hoop echt dat het snel 45 minuten is. Daarna ga ik even naar de zaal boven. Even oefenen en poseren. Het is nu namelijk bijna 7:30. Dus ik heb nog voldoende tijd. Ik heb nog voldoende tijd om te gaan poseren. Om naar mijn kantoor toe te gaan. En toen was het licht. Dit is zo'n fijne zaal. En ik ben zo dankbaar dat wij dat mogen gebruiken van Dick en Debbie. De eigenaren van Cardio Fitness Beverwijk. Nou, ik ga even oefenen met poseren, want dat hoort ook bij de trainingen. Ik ga lekker in mijn string poseren, want dan kan ik beter zien hoe mijn billen eruit zien en het lijn in mijn benen. Dan als ik dat in een legging doe, en dan weet ik precies wat ik moet aanspannen. Dus ik ga van verschillende kanten ga ik poseren. Ik ga eerst beginnen met richting de spiegel. Ja, kan ik mezelf zien en zien wat ik doe. Ik ga poseren naar de andere kant. Dus naar die kant. Want dan kan ik mezelf niet meer zien.
Want dat zie je op het podium zie je jezelf ook niet. Dus als je gaat oefenen met poseren, probeer dan zoveel mogelijk naar een kant te poseren waar je je niet zelf kan zien. En film jezelf, maar dan wel met deze kant van de camera en niet met de kant waarop je jezelf kan zien. Dan moet je zeg maar jezelf filmen. Kijk je terug. En dan pak je één dingetje waarvan je denkt, oké, dat moet ik verbeteren. En dan heb je, dan ga je dat een paar keer doen. Filmen, filmen, filmen. Totdat je denkt, oké, het is nu goed. Pak je het volgende ding. Bijvoorbeeld, ik krijg niet genoeg lijn in mijn benen als ik poseer. Ga daarop letten. Letten, letten. Voelen, voelen, voelen. Oké, zit erin. Schouders recht. Handpositie. Heb je hand zo, want dat doe ik af en toe met mijn backpose. Dan laat ik mijn hand zo hangen. Ja, dat ziet er een beetje raar uit, toch? Het is mooier als je het, zeg maar, dat het één mooie rechte lijn is. En je vingers mooi sierlijk erbij hangen. Dus ja, probeer elke keer jezelf te filmen. Je kan die filmpjes natuurlijk gewoon verwijderen daarna. Want ja, ik vind het zelf, als ik mezelf film, denk ik, oh jezus, ik kan het echt niet. Dat heeft iedereen. Geloof me. Echt waar. Het kan altijd beter, het kan altijd mooier, het kan altijd sierlijker, het kan altijd rechter. Een shape kan altijd beter. Het is nooit goed genoeg in deze sport. Dus ja, don't be too hard for yourself. Ik heb er zelf ook een handje van. Oh, en nog een tip. Ga jezelf niet vergelijken met andere atleten die ook meedoen aan de wedstrijd. Dat doe ik ook. Geef te veel stress. Moet je niet doen. Dan kijk ik zeg maar naar van, oh shit, weet je. En dan kijk ik naar allemaal foto's van andere atleten van vorige wedstrijden. Die op hetzelfde niveau meedraaien. En dan denk ik van, ik voldoen nog lang niet aan dat niveau. Terwijl ik zeg maar van iedereen de bevestiging krijg dat ik een super goede shape heb. En dat er allemaal goed gaat en goed uitziet. Alleen zelf zie je dat het altijd anders. En je weet nooit hoe het gaat op de wedstrijd. En ja, weet je, dit is wat ik, waarvan ik ja, hou. Dit is mijn passie, mijn drive. En daar doe ik het eigenlijk voor. De weg ernaartoe vind ik geweldig. Het is zwaar. Het laatste loodje zijn zeker zwaar. Maar het is wel mijn passie. Daar doe ik het voor. Ik doe het niet alleen voor het podiummoment. Ja, tuurlijk, dat is het moment om je shape te presenteren. Om te laten zien van, hey, hier heb ik voor gewerkt. Maar daar gaat het niet alleen om. Het gaat gewoon om de weg ernaartoe. En om je gezondheid. De gezondheid is heel belangrijk. Maar je leert je zoveel tijdens een prep. Ja, je leert jezelf kennen. Je leert met voeding om te gaan. Hoe je moet slapen. Hoe je moet plannen om alles te kunnen organiseren. Want je hebt natuurlijk ook nog je werk ernaast. En nou, ik werk fulltime. Ik had nog een studie ernaast. En ik wilde ook dit doen. Dus het was best wel heftig om allemaal te doen. Oh ja, en ik wil natuurlijk nog met familie dingen doen en met vrienden. Vorige prep had ik echt helemaal geen sociaal leven meer. Heb ik nu wel. Ik had nu niet heel erg het gevoel dat ik in prep was. Dus ja, weet je, er is wel meer dan deze sport. Dus leef ook een beetje. Dus ik ga pauzeren. Doei!
geposeerd. Echt een half uur alweer. Het vliegt altijd voorbij als ik ga poseren. Dan ben ik echt al de hele tijd van... Oké, okay, even card turns. En dan weer eye walk, card turns. Oké, okay, full pose. Ik zag net in het laatste filmpje... dat ik niet echt genoeg op één been leun. Ik stond een beetje zo. Dan kan ik het wel goed aanspannen, maar dan sta ik iets te recht. Deze been moet echt recht onder je staan. Dus ik draai ook nog een beetje mijn heupen. Zodat het nog meer lijkt dat ik schuin sta. En dan komt mijn bil zeg maar ook mooier uit. Dat ik dit wel te vroeg vind om op te staan. Hoe laat is het dan? Nou, om 5 te wekken om samen te kunnen sporten. Een uurtje later is net goed. Nou, succes alvast, schat. Ik zie je zo. Doei! Kan de baas naar mij pluis? Hier gaat hij weg. Jij, niet leuk hè? It's a brand new day! Oké, okay, het is dinsdagochtend. Ja, Tom is net de deur uitgegaan zoals je zag. Ik was al om 4 uur wakker of zo eigenlijk. En Tom's wekker ging om 4:30 en ik dacht, hoezo gaat jouw wekker zo vroeg? Ja, mijn slaapkwaliteit wordt iets minder, maar ik slaap wel diep. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus ik ben wel uitgerust wakker geworden. Ook al had ik wel wat langer willen slapen. Maar dat maakt niet uit. Ik ga nu gewoon lekker mijn ochtendroutine doen. Ik heb net mijn lekkere broodjes in de oven gedaan. En die zijn klaar. Dus die ga ik smeren met appelstroop. Het is zogenaamd peak week. Heel veel mensen doen van die dingen met asperges en witwis. Maar dat doe ik niet. Gisteren op kantoor ging alles heel erg goed. Ik heb niks gesnoept. Ik heb me echt goed kunnen inhouden. Dat vind ik echt heel erg lastig op kantoor de laatste tijd. Omdat ik allemaal lekkere dingetjes zie. En het ligt daar zo voor het pakken. Ja, het ging goed. Ik ben ook, heb er nu ook voor gekozen om achterin het kantoor te zitten. Dan moet ik helemaal naar de andere kant van het kantoor lopen om naar de wc te gaan. Dus dan zet ik extra stappen. Ik kwam gisteren uit op 15.000 stappen. Lekker veel. Dus dat is goed. Gisteravond had mijn coach mijn shake gekeken. En hij zei van we gaan er geen carbs in doen vanavond. Te kijken hoe je erop reageert. Nou, ik sta nu helemaal plat. Ik kan geen contractie maken met mijn spieren. Dus ja... We weten nu wel hoe ik reageer op carbs, dus dat is wel echt een positief iets. Maar vanavond wel weer carbs, want ik voel me leeg en ik ga straks niet poseren, omdat ik dan echt heel erg ga balen van mijn shape. Wil je even komen? Dus ik ga even mijn broodjes maken en dan ga ik even eten. Naar de sportschool ga ik weer eventjes lekker wandelen op de loopband en dan naar kantoor, lekker op tijd. Mijn buik is echt droog. In ieder geval op dit filmpje. Ik zie dat zelf dus echt niet. Als ik zo naar beneden kijk, naar mijn buik. Dan denk ik echt van... Ja, ik ben niet droog genoeg. Maar dit is echt gewoon vuil. Er zit nog wel wat vocht tussen. Dat voel je. Want er zitten geen bobbeltjes meer. Dus er zit geen vet meer in. Ik heb nog nooit zo'n zieke sixpack gehad, man. Heel heftig. Een hele goede morgen. Het is nu 5:00 ochtends. Mijn wekker zou eigenlijk om 6:00 gaan, maar ik word elke keer de laatste tijd eerder wakker. Maar ik heb wel 8:00 geslapen, dus dat is wel heel fijn. Gisteren was echt een mega hectische dag. Het begon echt super goed. Ik had
ongeveer 50 minuten cardio gedaan. Gewoon gewandeld op een hellinkje, heel relaxed. De hartslag was rond de 120, niet hoger. En nou, dan was het naar kantoor gegaan, was het lekker op tijd. En toen begon de drukte. Ik moest zo veel doen. En toen kregen we ook nog heel goed nieuws, ik en Tom. Ja, en toen stopte mijn hoofd even met werken, want ja, mijn hoofd was all over the place. Ik wist niet wat ik ermee aan moest, zeg maar. Ik wist daar niet of ik blij of verdrietig of weet ik wat was. Dus dat moest echt even landen. Dus toen ik mezelf weer had herpakt, ging ik weer knallen. Dan heb ik tot 6:15 gewerkt. Nee, 6:15 zat ik in de auto. Dus tot 6:15 heb ik zitten doorwerken. Wat ik deed, heb ik afgekregen. Ik ben vandaag vrij, maar ik moet vandaag nog eventjes dingetjes doen. En vandaag wordt ook een drukke, maar leuke, relaxte dag. Vooral Tom is er al uit vanaf 3 uur volgens mij. Hij kon niet meer slapen, denk ik. Dus die ga ik straks even verrassen met een lekker dikke knuffel. En we gaan 's ochtends naar de sportschool toe. Cardio, gymmen, even snel pauzeren. Dan ga ik naar Kelly. Kelly gaat de winkjes even goed maken. Het ziet er niet slecht uit, maar ik wil gewoon voor de wedstrijd mooie winkjes. Dan even werken. En boodschappen doen voor de wedstrijd. Voor het weekend. Spullen vast klaarleggen. En dan 's avonds gaan we nog wat. Hoop ik dat we nog wat leuks gaan doen. Goedemorgen. Goedemorgen meneer. Was jij om 3 uur wakker? Eerder. Eerder. 2:30. Dus je hebt lekker aan school gezeten. Ik heb dingen voor het huis geregeld. Oh. En aan school gezeten. Oké. Dus, Morgen. Maakt leuk. Meloes. Chip jongen. Wel op zo'n soort hoor. Ik heb cardio gedaan, geposeerd, getraind. Training ging best wel goed. Tom, die gaat nog even door met poseren, denk ik. Of ben je al klaar? Ben ik klaar mee? Klaar mee, ja. Morgen weer. Nog een keer oefenen. Ik ga nu richting Kelly. Kelly gaat even mijn wenkies doen. Nou, ik ben net bij Kelly geweest en zij heeft mijn wenkbrauwtjes gedaan. Het is nog een beetje rood, maar ik ben daar heel blij mee. Het was echt even nodig. Want morgen hebben wij een fotoshoot. En natuurlijk voor de wedstrijd even netjes, want het was echt een beetje harig. Dus ik ben helemaal blij mee. Ik ben nu weer lekker thuis. Ik sta douchen, klaarmaken. En dan andere dingen doen. Wij zijn nu onderweg naar de bank, want we gaan eindelijk een gezamenlijke rekening openen. En waarom gaan we dat doen, Tom? We gaan een huis kopen. We gaan een huis kopen. Superleuk en super excited. En ook wel een beetje eng. Zo, dit was echt een hele hectische ochtend. Hectisch. Ik was eerder wakker dan Tom, dus ik dacht ik ga eventjes rustig opstarten en even gamen.
om even lekker te ontspannen. Maar ik bleef iets te lang gamen. En toen was het alweer bijna 8 uur. En ik moest eigenlijk om 8 uur voor achter in de sportschool zijn. Omdat ik om 9 uur mijn nagels moet laten doen. Toen maar besloten om eerst even de was af te maken waar ik mee bezig was. En daarna naar de nagelsalon te gaan. Daar ben ik nu naar onderweg. En na de nagels ga ik mijn volledige training doen. Want anders kon ik maar alles half doen. En dat gaat gewoon niet in mijn hoofd. Of het helemaal doet, erg goed. Of ik doe het niet. Dat kan niet half. Gisteren was ook nog echt wel een gezellige, drukke dag geworden. We hadden natuurlijk getraind en geposeerd. Cardio gedaan. We hebben boodschapjes gedaan. We zijn naar de bank geweest. Toen hebben we nog iets heel leuks gedaan. Heel excited is voor onze toekomst. En daarna eten. En heb ik alvast spulletjes ingepakt of klaargelegd wat we mee gaan nemen naar de wedstrijd. Zoals een luchtbedje. Ja, dekentjes, handdoeken, beddengoed, omdat ik mezelf ga tennen. Tanning, bikini, poseerschoen schoongemaakt. Wat er nog meer? Ja, ondergoed sokken natuurlijk. Gewoon normale dingen die je meeneemt op reis. Daar ben ik bijna mee klaar. Ik moet even mijn wedstrijdboekje voor de Nederlandse Bond opzoeken. Ik heb geen idee waar ik dit gedaan. Ik heb nog beter geraakt in de verhuizing vorig jaar toen ik bij Tom ging intrekken. En vandaag is het dan, ga ik mijn nagels laten doen, trainen, cardio, denk ik nog even spazieren, maar weet ik niet zeker. Dat verder met inpakken, hele huis schoonmaken, was afmaken, want we hadden echt gisteren. En vandaag hebben we echt van 4 wassen gedaan, 5, 6. 6 wassen volgens mij. Maar dat is fucking veel, dus dat moet ik even allemaal opvouwen. Een aantal dingen strijken. Vanmiddag hebben we fotoshoot, dus dat is ook nog echt excited. Maar we hebben helemaal niet het idee dat we dat gaan doen, omdat we zo druk zijn met alle voorbereidingen. Maar goed, ik ben in ieder geval happy dat ik niet echt dat de hele tijd een hongergevoel heb. En het gaat gewoon, ja, top. Ik ben blij dat het goed gaat en dat ik me goed voel. Dus ja, het wordt weer een drukke, maar leuke dag. Lekker op tijd in bed vanavond. Want morgenochtend gaan we heel vroeg naar Luxemburg rijden. Ik denk dat we rond 7 uur in de auto zitten. Gaan we Sammy eerst even ophalen in Amsterdam. Dan rijden we door naar Luxemburg. Dus 4,5 uur rijden ongeveer. Nou, met tussenstops ben je ongeveer 5,5 uur bezig als het niet langer is. En dan hopen we er op tijd te zijn voor de om 2 uur willen we er eigenlijk al zijn voor de registratie. 20 minuutjes stermester van de coach. En dan ga ik mijn training doen. De laatste training voor de wedstrijd. Alles 2 sets. Niet te veel gewicht. Gewoon contractie maken. Pomp erin. Ik ben nu mijn neus aan het eten, mijn voeding. Had dat anders dan normaal. Maar goed, dat komt een beetje doordat de planning een beetje anders loopt. Best wel druk ook. Nou, het is gelukt. Baby boom, niet te lang. Gewoon netjes. Heel blij mee. Echt heel blij mee. Ik moet nu al even oefenen. Nou ja, binnen aan langere nagels. Er is echt een bom ontploft in onze slaapkamer. Hier ligt al het wasgoed. Wat ik nog allemaal moet gaan opvouwen. Dat hebben we gisteren en eergisteren en vandaag allemaal zitten wassen. Hier liggen de kleren die ik mee ga nemen naar de fotoshoot. En daar ligt de tas die we meenemen naar de wedstrijd. Dit wordt denk ik ook nog gevuld. Het luchtbed. We moeten nog even een beter stekkerdoos hebben. Mijn bikini en mijn boek en tijdschrift om de tijd te doden. Want ik denk, ik moet heel veel wachten. Ik ben helemaal als laatste aan de beurt met de wedstrijden. Dus ja, ik moet dus gewoon heel lang wachten. Dus dan kan ik beter lekker iets ontspannends doen. Ik ga nu mijn make-up doen voor de shoot.
Ik heb nog anderhalf uur de tijd, of eigenlijk een uur. Dan moet ik klaarstaan. Dan, ja, ik moet nu bedenken wat ik allemaal mee ga nemen naar de shoot. Stress. Zo, ik ben als het goed is klaar voor de shoot. Ik heb mijn make-up gedaan. Ik moet er altijd heel erg aan wennen, omdat het zo niet mij is om zo erbij te lopen. Ik heb altijd alleen maar een beetje mascara op en dat is het. En dit is echt wel... Maar volgens mij is het wel mooi. In ieder geval, Tom die vindt het prima. Er moet wel een beetje lipstick bij. Nou, na alle hectiek zijn we onderweg naar de shoot in Purmerend. We zijn er over 13 minuutjes. We zijn er klaar voor. Is het zo? Toch? Ja, jawel. Ja, ik weet het. Gelukkig. Ik heb net mijn teennagels gelakt in de auto. Het is best wel moeilijk hoor. Wou je zeggen dat ik niet kan rijden? Nee, er zijn gewoon heel veel hobbels op de weg. Dus die zijn nu even aan het drogen en dan kan ik mijn schoenen weer aan. We starten straks als het goed is met een gymshoot. In ieder geval, dat willen we. En daarna doen we een studio shoot. Ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat we gewoon een verdeling maken. Solo, samen. Ja, een beetje goed. In elke setting. Voordat we doorgaan, hebben we een mooie verdeling. Ik begin altijd met een aantal verplichte nummertjes. Ja, heel goed. Ja. Bepaalde situaties best uitkomen. Crisis Press Down is erin. Let Down is erin. De rug valt altijd het mooiste eruit. Ja. Een paar standaard biceps en bos dingen. En daarna gaan we lekker keten. Ja. Bijna slagen zitten. Perfect is mooi met het stuk. Ja, en dan mag je nog eentje. Eén. Twee. En terwijl je naar je arm kijkt. Eén. Twee. Dat is het. Ja, en dit is. Je hebt een goede alweer het einde van de video. De resultaten van de fotoshoot waren echt geweldig. We kregen uiteindelijk ongeveer 200 foto's toegestuurd. Hij stuurt jou alle foto's die hij schiet. Waaruit je 10 foto's mag kiezen die bewerkt worden voor de prijs. Ja, bijna alle foto's waren gewoon echt geweldig mooi geschoten. Hij weet je precies neer te zetten op de juiste plek, de juiste belichting en de juiste aanspannen. En ja, de keuze was zo moeilijk. Maar de resultaten zullen jullie voorbij zien komen op mijn Instagram FitNookie. Mocht je deze video leuk vinden, doe een duimpje omhoog. En wil je geen verdere video's missen, abonneer mijn kanaal.